Holy fuck, waar sta ik nou weer? En Robin zit in de auto. Kijk, Robin, zwaai eens naar de mensen. We zijn op weg naar Duitsland. En waarom? We gaan namelijk vuurwerk halen. En ik wil gelijk jullie een soort van mededelen dat het gewoon heel gevaarlijk is als je ermee gaat stunten. En ik ben echt niet zo iemand van dat ik als vadertje of moedertje speel van wel oppas, hè? Maar het is zo dat er gewoon heel veel ongelukken gebeuren met vuurwerk. Heel veel handjes, vingertjes die verloren raken door mensen die gewoon toch nog weer een rotje proberen aan te steken of een grondbloemetje waar misschien nog wel een lontje aan zit. Laat het lekker liggen. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat jullie gewoon nog lekker kunnen YouTuben en al je vingers kunnen gebruiken om nog dingetjes te kunnen intoetsen. Om gewoon het woord Da Vinci-stijl of Banjo Town of ik zeg maar iets in te vullen op YouTube. Zodat je gewoon lekker de video's kan blijven kijken. We gaan nu op weg naar Duitsland. Het is eventjes een soort van vlogje idee. En ik neem jullie gewoon lekker mee. We hebben net wat drinken gehad. We zijn nu bijna bij de grens van Duitsland. En dan gaan we wat vuurwerk halen. Wel legaal natuurlijk, absoluut. Maar wel een goede voorbeeld geven. Dus we gaan even verder rijden. We hebben wat drinken gehad. We hebben Starbucks koffie gehaald. Ik heb net de mensen gezegd dat ze moeten uitkijken met vuurwerk. Oh. Dat is toch zo? Ja, dat je niet in je hand houdt als je het afsteekt. Ja? Waarom? Is dat gevaarlijk? Nou ja, dan knalt het in je hand en dan kun je je hand kwijtraken. Maar dan kun je het toch wel terugzoeken, of niet? Ja, precies. Ja, het is niet mijn probleem als dat gebeurt. Nee, nou ja, ik voel me wel een beetje verantwoordelijk. Als wij zo'n video maken, dan heb ik wel zoiets van, we hebben het wel gezegd. En als ze dan toch de hand kwijtraken of de vingers, dan... Eigen schuld. Eigen schuld. Maar dan kan ik wel zeggen, ik heb ze wel gewaarschuwd. Toch? Ja. Dus hoe lang rijden we nou onderweg? Hoe lang moeten we nog rijden? Een uurtje ongeveer nog. Oh, nou dat komt wel goed. Je hebt lekkere Starbucks. Ja. Is het lekker? Jawel. Even reclame maken voor de Starbucks. Ik heb mijn geld niet terug. We zijn in Vreden, een plaatsje in Duitsland. Vorig jaar waren we hier gekomen en het waren we iets te vroeg, omdat ik dacht dat ze eerder vuurwerk verkochten. En toen waren we aangekomen en toen zo van, ja, we verkopen nog geen vuurwerk. En toen hebben we eigenlijk best wel een hele leuke dag gehad, want we hebben wel winkeltjes gekeken en we hebben leuke dingen ontdekt. En ook winkeltjes ontdekt. En dit jaar gaan we het gewoon weer doen, dan gaan we het weer proberen. Het is nu de 30ste december, dus dat zal hopelijk wel goed moeten zijn. Dus eigenlijk, wanneer je dit ziet, is eigenlijk gisteren. Misschien verwarrend, maar komt goed. Wij weten in ieder geval de datum en de tijd dat het wel goed is dit keer, toch? Ja, dat is wel te hopen, ja. Ja, anders rijden we daar weer voor niks. Helemaal naar Duitsland. Nou, we zijn er bijna. Nou mensen, we hebben een hele kofferbak ligt vol. En weet je wat het is? Het is gewoon heel goedkoop. Je had daar hele grote potten voor 3 euro en nou we weten niet waar de Lidl is. Onze telefoon werkt niet, we weten niet in TomTom. We hebben aan een Duits iemand gevraagd en die heeft zijn auto gehaald en die gaat serieus naar de Lidl toe. Oh, Robin herkent het al, zegt hij. Ja, en hij brengt ons gewoon naar de Lidl. Dat is gewoon zo fijn van Duitse mensen. Ik vind sowieso Duitsland een van mijn favoriete landen. Als we het hebben over buitenland, want wat is je favoriete buitenlandse land? Klinkt dat logisch? Ja. En hij brengt dus nu ons gewoon, we moeten hem achtervolgen met de auto. En dan brengt ons naar Lidl. En dan gaan we even wat wijn halen voor de vader van Robin. En dan gaan we richting huis, denk ik, met een hele kofferbak vol met vuurwerk. Dat is ook niet normaal. Nou mensen, ik spreek je zo alweer. Trouwens, Jaapie, heb jij al die sleutel gevonden? Trommels en nog eens trommels. Nou mensen, we zijn nog steeds onderweg. Het is inmiddels wel 2 uur aan het worden. Ik weet 1 uur, 2 uur, 's middags. We zijn best wel aardig lang onderweg. Bijna 2 uur, 2:15. En we gaan dus nu naar huisje. En dan gaan we misschien nog wel naar de Primark. Kijk even hoe laat het is als we thuis aankomen. Maar ik ga wel de video voor deze keer afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet een like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En Robin ook bedanken, want we hebben wel een grote tocht gemaakt, hè? Ja. Helemaal naar Duitsland, toch? Nou ja, bedankt voor het kijken en tot volgend jaar sowieso. Doeg! Woe!